Jij bent geen Fiverr. You're the Grinch! Oké. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer. Final Week Terraria. Het is dag 2. Aflevering 42. In de vorige aflevering hebben we de melee class gedaan. In deze aflevering gaan we de range class doen. En serieus, ik wil Fiverr. Ga weg, Grinch. Fiverr, welkom terug. Die Grinch was eng. Maar goed. Ik neem deze aflevering niet over. Jullie hebben hem heel vaak gevraagd. Jullie hebben echt constant gevraagd wanneer dat er weer een keer in een aflevering zou komen. Ik snap niet waarom dat hij zoveel fans heeft, omdat hij zo evil is als het maar zijn kan, maar dat maakt helemaal niet uit. Dus, zonder enig oponthoud, Darkplayer, jij mag de stoel overnemen. Dit is jouw aflevering. Jij gaat de range class doen, want jij houdt van dingen kapot schieten en exploderen. En je mag met granaten gooien en alles. Dus veel plezier. Jongens, veel plezier met deze aflevering. Darkplayer, die gaat nou overnemen. Ja, wat maakt mij daar hetzelfde player? Sukkel. Hallo iedereen, daar ben ik weer. Dark player. Oké, nou, er was mij dus gevraagd dat ik in deze aflevering dus met er eens dingen zou gaan doen, dus waarom ook niet? En dan weet ik dat de traveling merchant er ergens is en dat we bijna bogen nodig hebben. Dus het eerste wat ik ga doen is eventjes langs die Moff Gaze daar achter, die witch doctor, die oe-i-oe-wa-wa. Ik snap niet waarom dit jullie mij zo graag wouden hebben, maar goed, hier ben ik dan. De reden waarom ik eigenlijk niet zoveel meer in de video's tevoorschijn ben gekomen is... het was eigenlijk zeg maar de bedoeling om dat een keertje dan bij Minecraft te gaan doen en... ja, ik ben niet zo goed in die saaie interviews geven en alles, dus... ik bedoel, ja, wat moet ik ervan zeggen? Het is af en toe nogal wel vervelend, hè? Dan komt diezelfde player weer janken van... Kom je weer een keer naar de aflevering? En dan... Daar heb ik helemaal geen zin in. Ben ik te druk bezig met Hyrule Warriors. Allemaal van die mensen, allemaal van die beestjes, die moblins en alles allemaal kapot maken. Dat vind ik leuk. Of ik ben gewoon eventjes die aflevering aan het terugkijken voordat ik de touwen zijn huis op heb geblazen. herinneren jullie dat nog? Dat was gewoon geweldig. Ja, ondertussen loop ik heel eventjes naar die witch doctor en die traveling merchant doodle. Ik snap nog niet eens waarom dat hij in de jungle allemaal is gespawnd. Normaal gesproken komt hij bij de plek waar de meeste NPC's zitten. Maar nee hoor. Hij moest namelijk helemaal hier komen. Maar wel goed, we hebben dus een heleboel equipment te veranderen. Omdat we dus zeg maar met dingen moeten gaan schieten en alles. Helemaal geen zin in. Maar ja, het moet wel. Damn, deze stem die wordt vermoeid omdat het een hele aflevering vol te gaan houden. Maar dat maakt mij niet uit. Ik bedoel, zoals jullie weten, ik heb overal lak aan. Oké, waar zit die traveling eikel? Die staat daar te verzuipen. Even zuipkast. Waar is de cementmixer. Daar ken ik ook niks mee. Nou, volgens mij had ik die pijlen al voor de zekerheid gemaakt, dus... maar goed, jij hebt dus helemaal niks, dus... Het was nogal totaal zinloos om hier naartoe te gaan. Oké, nou... nee. Zuster! Sodemiet erop! Ga weg! Ik moet deze hebben. Oké, dus de terrorblade mogen we niet gebruiken. Piranha gun. Unreal stinger. En een rocket launcher. Oké. En voor ammo, daar hebben we dus zeg maar al deze stingers voor nodig. Zoveel mogelijk. Die hebben we nodig. Deze die zal niet echt helpen, maar maakt niet zoveel uit. Ik wil de raketjes wil ik hebben. Deze die heb ik niet nodig. Ik bedoel, we gaan niet met pompoenen schieten. Kom nou, we gaan er nou met pompoenen schieten! Oké, nou, deze die zet ik hier neer. Oh nee, deze moet hier neer. Dus deze die doen best wel veel range damage en alles, dus die kan dan hierbij. Hebben we ook nog een paar kogels. Ik ga niet echt met bullets schieten, omdat ja, we hebben niet de shotgun en die is niet echt handig bij deze waves en al die dingen. Dus nou, we hebben de ranger emblem, die moet dus zeg maar deze vervangen. En we hebben nou de warning magic quiver en die moet deze gaan vervangen. Dat is handig voor de pijlenboog dingen, weet ik veel. Oké, nou deze zijn ook allemaal gereforged. Godly, demonic, unreal en nog een godly. Jullie kennen de hele shizzle wel. Dus dat zijn eigenlijk de dingen die we dus gaan gebruiken, denk ik. Het zal wel goed zijn. Oké, dan hebben we die. En dan moet ik eventjes mijn armor even gaan aanpassen. Wat we dus gaan doen is... volgens mij heb ik de explosive dingen nog niet eens. Eens even kijken. Nou de beetle armor. Typisch. Oké, nou de beetle armor die gaat dus uit. Dan worden we weer onzichtbaar. Vijver, stel je niet aan! Oké, nou wat hebben we? Wat is dit? Shroomite mask. Bullet damage. Die moeten we dus niet hebben. Oké, nou die mogen dus aan. En ik heb jou nodig. Waar is mijn pickaxe? Oké, Shroomite. Laten we even kijken. Dit is arrow damage. Dan zetten we die toch even aan. Zo, hoeveel doe jij nou? 167. Dat is eigenlijk best wel goed. Oké, nou dan moeten we dus helemaal weer zo'n Shroomite armor gaan maken. En dan moeten we dus zo'n helmpje gaan maken. Daar heb ik helemaal geen zin in, maar het moet.
Laten we eens even kijken. Chlorified. En ingrediënten. Stomme stink. Paddenstoelen. Wat is dit? Mario! Deze stem die begint mij pijn te doen, jongens. Oh. Het is moeilijk om in karakter te blijven over zo'n lange aflevering. Maar ja, jullie wouden Dark Player, nou grijpt de Dark Player. Dark Player neemt er eentje over. Nou, waar is die Mushroom Biome van ons? Oh ja, die lag daar helemaal bovenin, hè. Oh, haal ik dan nog voordat het dadelijk avond wordt? Ik weet nog niet eens of ik daar genoeg de tijd voor heb. Oh boy. Ach ja, wat maakt het ook allemaal uit? Jongens, het spijt me zeer, maar ik ga dit niet een hele aflevering volhouden. Ik krijg nou al last van mijn stem. Oh mijn god. Oké, ik breng de magie om mijn stem te veranderen. Ik ga verder met Hyrule Warriors. Toch bedankt dat jullie zoveel om me vroegen. Ik probeer wel af en toe een keer in een aflevering te komen. Maar als deze aflevering zo vol blijft gaan, dan kan ik geen aflevering 3 opnemen. En dan hebben we een hele lange pauze omdat ik geen stem meer heb. Dus ja, bedankt voor jullie support, jongens. Soep in de haag. Nou, doei! Oké, nou kan ik die stem even droppen. Dat is eigenlijk een van de grootste redenen dat ik niet een hele aflevering doe. Want die stem is behoorlijk lastig om vol te houden. Dus ja, mijn excuses, jongens. Oké, ik moet echt op gaan schieten nou. Op. Oké. Oh boy, ik moet echt op schieten nou. Oh, als wij echt, zeg maar... Ja, we hebben dus de stinger. Dat wordt dus, zeg maar, onze main aanvalspatroon. Die we dus, zeg maar, het meeste gaan gebruiken. Dus, ja... Kan ik hier hem al maken? Ja, schroomheid. 11. Oké. Wacht, 12 had je er nog. Weet je wat, we maken er gewoon 16. Dat maakt mij het uit. We moeten opschieten, want de nacht begint al bijna te komen. Dus we moeten nu maken dat we dus, zeg maar, dicht bij ons Battle Arena gaan komen. Oké, nou kan ik een... even kijken, dit is Rock Damage. Ja, die moeten we hebben. Oké, die moet eventjes daar komen te staan. Deze die mogen we heel eventjes snel ophangen. Oh, de nacht die komt eraan, jongens. We moeten opschieten nou. Oh, nou, ik heb Dark Player eventjes weer geprobeerd. Oké, ja. Nee. Ik maak gewoon dezelfde fout als Dark Player. Verschrikkelijk gewoon. Oké, nou, die mag daar komen. Potions, resources... Deze moet even daarbij. En dan hier bij de ingrediënten. Dan moet deze eventjes bij. Vijver, ik hoop dat je niet geschrokken bent van die enge vent. Ook wel bekend als Dark Player. Dus even kijken. Ik heb genoeg defense, sorry. Die potions die moeten nog groeien. Oké, het ding is gedeported. Dus we moeten nu echt richting onze Battle Arena. En ik hoop dat alles goed gaat lopen. Maar ik ben echt heel erg bang dat we hier heel erg veel problemen mee gaan krijgen. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. We hebben onze ranged set hebben we dus nu aan. En onze bow die we dus zeg maar nu gebruiken, die schiet 5 pijlen tegelijkertijd met een enorme snelheid. Dus we beginnen met de Pumpkin Moon. Nou, we zien de zon, zien we nog heel eventjes daar in het hoekje. Dus wel eventjes wachten. Ah, jongens, jullie support is gewoon echt geweldig geweest de afgelopen 41 parts. Ik bedoel, echt, ik heb nog nooit zo enorm veel support gehad als dat ik vandaag de dag eigenlijk heb. Mijn kanaal blijft elke dag maar groeien. En... ik krijg zoveel leuke reacties en zoveel leuke verzoeken en alles. Jullie zijn gewoon echt geweldig. Jullie zijn de beste fans die ik me maak aan mensen. En afgelopen zondag heeft de Taule, die heeft nog een video gemaakt als een bedankje, zeg maar, voor, naar ons toe. Dat we zoveel samen met hem werken. En dat vond ik gewoon echt zo aardig van hem. Dat was echt gewoon geweldig. Dus ik ben echt blij dat hij blij is. Dat ik hem daar ook mee kan helpen en alles. Dus ja, ik kan jullie gewoon niet genoeg bedanken. Jullie zijn geweldig en ik weet het. Ik blijf het zeggen. En jullie zeggen dan dat ik geweldig ben, wat ik helemaal op prijs stel. Jullie zijn echt de beste fans die ik me eigen maak en wensen eigenlijk. Dus heel erg bedankt daarvoor. Dus nou, genoeg daarmee. Ja, sorry Fiverr, ik moest daar heel eventjes naar gaan. Kijk eens toe. Maar het is tijd voor de Pumpkin Moon met range. Hoeveel defense hebben we nou op dit moment? Maar 62. Oh, dit wordt een hel. Oké, we gaan het gewoon doen. Oké, first wave, Scarecrow's. We doen op zich in ieder geval heel veel damage. Ik weet nog niet eens of deze piercing zijn of niet. Dus... Oké, splinterings. Doodles. Ik weet dat als die grote bomen zeg maar gaan komen... Ik denk dat dit wapen tot we dit het beste kunnen blijven gebruiken... omdat dit het meeste damage per seconde doet. Het enige nadeel van deze bow is hij is niet volledig automatisch. En daar baal ik eigenlijk best wel van. En zoals je ziet, we gaan niet zo snel door de wc heen als dat we eerder zijn gegaan. Dus ik heb in ieder geval genoeg pijlen. Dus, oké, hellhounds komen er nou bij. Oh, daar komt er een. En weg met jou.
Oké, nou dit gaat langzamer. Je kunt echt merken dat mijn class echt gewoon de melee class is. Ik moet zeggen dat range te winkel ook heel erg leuk. Dus, terug jij. In je mand! In je mand! Oké, nou. Dus ja, ik schiet die nou eventjes met pijl en boog. En de morning moon komt eraan, denk ik. Oh, daar hebben we er één. Oh boy. Eens kijken hoe snel dat we hem neerkrijgen. Niet zo snel. Oh, snijkies. Oké, nou. Dit gaat op zich wel decent, denk ik. Nog een morning mood. Oh boy. Ik denk dat we over moeten gaan naar de stinger. Ik denk dat het beste is dat we over gaan naar de stinger. Ja, wij gaan naar de stinger. Oké. All the damage. Die gaat tenminste volledig automatisch. Dus, ground control. Wat doet hij eigenlijk nou? 109. Maar ja, hij heeft de splatter. Oh boy. Oh, snijkies. Ik ga zo dood. Oké, blijven gewoon schieten. Blijven gewoon schieten. Gewoon blijven schieten. Gewoon doen. Oh mijn god, dit doet ze bijna helemaal geen schade. Ja, het doet ze wel schade, maar niet echt veel. Misschien handig om even een health potion te gebruiken. Oké. Oh mijn god, wat is een idee? Was dit om alle classes te doen? Oh ja, mijn idee. Oké, nou eentje die is er al neer. Hij zit al op wave 7. Oh ja, ik heb mijn buffs ook nog niet eens gebruikt. Ik heb een wonder dat het zo langzaam gaat. Oké, nou, de buffs die zijn gebruikt. Ik heb geen archery potion. Ik had een archery potion mee moeten nemen. Oh, wat ben ik toch een dummy. Hey, hij is even dood. Oké, nou, health ligt er hier nou genoeg. Oh, pumpkin. Pumpkin. Oh boy. Oh boy. Oh, dit gaat echt veel te langzaam. Ben je. Zie je niet. Oh mijn god, het was zo geen slim idee. Oh, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Oh, hallo. Oké, terug naar de stingers. Oh boy. Nee, kijk joh. Het nadeel is, hun zijn dus zeg maar heel erg gespecialiseerd in als je dus zeg maar stil zou staan. Dus als jij nou zo even weggaat. Oké, stilstaan. En dan beneden. Oh, ik kan niet stilstaan. Ik kan niet zo blijven staan. Nou ja, dit doet op zich wel decent damage. Even kijken. Toch? Dit doet op zich wel decent schade. Niet zoveel als de melee class. Nou ja, we hebben het makkelijkste voor het begin bewaard. Waardoor dat het moeilijkste dus zeg maar in het einde gaat komen. Oh boy. Ik blijf gewoon stingen schieten. Ik blijf gewoon stingen schieten. Maar je krijgt er dus echt nooit W15 mee. Oké, nou ja, we gaan het gewoon proberen. Hallo. Get killed. Doei. Oké, nou. Oh, daar is nog gelijk nummer 2. Ik wil die hartjes. Oké, nou. Oh man, ik raak hem nog niet eens bijna, man. Ik denk echt dat die boog sneller is. Nou, dan moet ik weer eventjes mijn armor swappen. Oh boy. Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Niet zo'n slim idee. Niet zo'n slim idee. Oh boy. Waar ben je? Kun je alsjeblieft doodgaan? Ah, oh, dank je. Oké, even over swappen weer. Hop. Oké. Oh, er is er weer één. Morning Wood. Een health potion zou wel fijn zijn. Oh, ik ga nou echt health potions nodig hebben, jongens. Oh boy. Ik ga gewoon jullie nou schieten. Het is een Halloween maan. Ja, maan. Ik vind dit echt niet te genieten. Ik schiet liever met mijn flare onderaan. Want dit gaat zo langzaam. Nee, dit is niet leuk. Oh mijn god, een morning wood. Gewoon hier staan. Ik ben onzichtbaar. Auw. Maar je bent al hartstikke dood. Mooi. Oké, okay. Ja, alsjeblieft ook even. Even snel, even snel, even snel, even snel, even snel, even snel, 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 snel. Oh, hemel. Dit gaat echt niet goed. Dit gaat niet lekker. Dit had beter gekund. Oh, hi. Hi. Ben jij toch weer een evil, evil pompoenetje?
Wat ben jij een i... Ik serieus, als ik Rina 20 achter me aankrijg, ik ben hartstikke dood. Ah, dan moet ik nog zo'n frostmoe gaan doen. Oh mijn god. Dit gaat zo fout. Dit gaat zo fout! Ik heb er echt... Ik heb hier geen goed gevoel over, jongens. Oh boy. Oh boy. Oké. Oké, we hebben alles. Even de helft. Oh, hallo. Ja, alsjeblieft eventjes. Je staat in mijn way. Oh boy. Oké. Jij schiet zooi, ik schiet zooi. We schieten allebei zooi. We zijn zooischieters. Oh, als ik nou de... Ja, misschien als ik de Jenga had gehad. Zo, dit was wel heel erg hoog. Sorry voor jullie e-bleed. Mijn excuses. Maar ik raak hier in paniek. Ik vind dit eng. Ik vind dit niet leuk. Gelukkig is vijver bij me. Oh boy. Waar is die Morningwood? Ik zie hem nog niet eens. Ik schiet hier van alles. Oh boy. Mag ik dit overleven? Oh, ik probeer echt zo snel mogelijk te schieten, maar... Heb ik hem? Oké, volgens mij wel. Ik doe wel heel veel schade per kogel. Kom jullie nou weer al die aandacht op ijzers? Stelletje aandacht op ijzers! Serieus! Oh, het zijn er twee. Oh boy. Nou ben ik bang. Ik schiet niet met de pistool, ik schiet met pijlenbogen. Dat maakt geen bang geluid. Alsjeblieft, laat mij leven. Niemand komt hierheen. Oh, echt, dat blijft een reference, hè. Ik moet zeggen, op het moment dat ik aan het opnemen was met Wilco, ik vond het wel zo mooi hoe dat hij daar dus zeg maar helemaal in paniek raakte van die opnamesessie toen. Dat was echt helemaal geweldig. Maar ja, bij Mario Kart heeft hij dat ook heel erg vaak, dus zeker heel erg leuk. Oké, ik blijf gewoon schieten. Ik weet niet eens waar ik naartoe schiet. Oh, jij bent ook al dood. Kunnen jullie ook dan even doodgaan? Ik heb de Rocket Launcher nog niet eens geprobeerd. Rocket Control! Ik schiet gewoon mijn rockets. Oh boy. Oh, dat doet bijna helemaal geen damage. Ach ja, het was te proberen. Oké. Mijn missie is in leven blijven. En ik ben bijna dood en ik pak health. Een corn rifle. Hartstikke leuk. Oké, nou. Hallo. Just say hello. Just say goodbye. Wil je die shizzle alsjeblieft niet naar me schieten? Want die doet heel erg veel pijn. Oh boy. Oké, eentje is dood. En die shizzle zal alsjeblieft niet naar mij schieten. Alsjeblieft! Oh, mooi. Ga dood. Alsjeblieft, dank je. Oké. Ravenstein. Oh nee, niet nog één! Oh, is dit al op. Moet op de frost, moet die nog komen? Dit wordt mijn dood. Oh boy. Oké, het is over. Het is afgelopen. Het is voorbij, die rare moon. Oh, ik krijg jullie nog niet eens fatsoenlijk dood. Ga heen. Oké, nou. Ga weg. Oké, nou. Niet vergeten dus zeg maar een archery potion. Ik moet zeggen, ik dacht dat Stinger... Dat hij echt... enorme devastating damage zou gaan doen. Maar het valt echt behoorlijk tegen. Dus jammer. Maakt niet uit. Oké, nou even wachten. Loop hier gewoon erheen. We hebben weer een necromancer scroll. Oké. Dus. 8 uur farmen. Niks. En nu hebben we gewoon die necromancer scrolls waar ik het over had. Nou ja, nog steeds geen solar eclipse. Jammer genoeg. Maar niet dat hij echt iets uitmaakt. Dus ik zal hem hier gelijk even bijleggen, want dan kunnen we dus nog meer minions summen, hè? Hartstikke gezellig. Dus, hoppakee, die mag er ook weer bij. Ik heb hier ook de... Ja, ik weet niet. Deze die doet minder, denk ik, als de Sharknado's. Nou, mag ik bij summen dadelijk wel dus zeg maar een extra wapen of zo gebruiken? Dat wel. Dat zou wel zo netjes zijn. Nurse, alsjeblieft, ga weg. Niemand mag jou. Jawel, wij mogen wel wapen. Ik mag jou niet. Laat ik het dan zo plaatsen. Oké, nou, ik denk dat ik eventjes deze zit weer ga verkopen tot ik gelijk eventjes de comment van de dag doe. Aangezien dat we moeten wachten tot de dag weer gaat komen. Dus even kijken, kunnen we 3 potions maken eventueel? Daar wacht ik wel eventjes bij tot ze allemaal gegroeid zijn. Dus hoeveel battle potions heb ik nog? 3. Oké.
Archery potion. Niet vergeten. Die wil ik eerst even hebben. Archery. Danger sense. Hunter. Gaan we nog niet vertellen? Oké, hier. Gelukkig. Wel zeggen. Gaan we nog niet vertellen dat we die niet hebben? Nou, ik weet niet. Maar volgens mij red ik het mijn eentje niet. Oh, decisions, decisions. Het wordt lastig. Oh boy. Nou, even summon. Je mag even weer hier terug. Eventjes de ruimte voor eventjes. Zo, jij mag weg. Jij gooi je weer weg. Jij komt eventjes hier. Extra pijlen. Ah, zoveel pijlen hebben we nog niet gebruikt. Oké, ja, stingenbolt. Dit mogen we allemaal verkopen. Oké. Dus, nou, dan ga ik eens heel eventjes kijken. Wat zou mijn favoriete moment zijn geweest van het raam? Weten jullie nog Dinozaar? Ah, dat is echt een van de memory dingetjes die dus, zeg maar, heel erg gemeen was in deze Let's Play serie. Dinozaar. Ik denk dat jullie dat nog wel kunnen herinneren, dat met die Nazar, dat was gewoon verschrikkelijk. Dus, oké. Deze die mag hier naartoe. Ja, ik denk dat ik het hierbij ga halen. Ik weet het, de sniper die lijkt heel erg handig, maar dat is maar voor één vijand. En die doet maar één kogel, dus splatterkogels die zullen beter zijn. Ik denk dat ik hier eventjes bij het flashbackhuis. Ik denk dat ik heel eventjes de comment van de dag opgehangen heb, dat we gewoon lekker even bij het flashbackhuisje tot we eventjes herinneringen op gaan halen van deze geweldige Let's Play. Dus, dat was echt eventjes angstaanjagend. Zo, oké, nou. Laatste bochtje van deze verdieping. De rest komt hieronder te staan. Dit is aflevering... oké, dit wordt 38 dus. Episode 38. Bij Zelda Play 20. Oké, even kijken. Aflevering 38. Die komt van... We houden het spannend. Robin Szabo. Szabo. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Het spijt me als ik het niet doe. Mijn excuses nogmaals daarvoor. Ik doe mijn best. Robin, jij had geschreven. Moet ik heel even de hele comment erbij pakken. Eens even kijken. Zo. Oké. Die tekens kent hij dus helaas niet. Dan doen we gewoon zo. Jee. Eindelijk weer een aflevering van de beste serie op de wereld. Beter dan Wie is de Mol? PS. Ik denk dat Rick de Mol is. Mis ik hier iets? Sorry, ik ben absoluut geen... Ik kijk absoluut niet naar Wie is de Mol. Dus ik zou het absoluut niet weten wie dat, hoe dat precies in elkaar gaat. In ieder geval bedankt dat je dit de beste serie op de wereld vindt. Vind ik een heel groot compliment. Dankjewel daarvoor, Robin. Je staat op het Flashback Huis. Dus nogmaals hartelijk bedankt daarvoor. Wie is de Mol? Heb ik nog nooit van gehoord. Nou, we hebben dus zeg maar... We zijn begonnen met onze eerste armor... Onze houten armor. Toen zijn we de wereld gaan exploren. Ach, de memories. Toen hebben we dus zeg maar van de oars hebben we dus zeg maar onze eerste armor gemaakt. Dat was de, volgens mij zit iron en tungsten geloof ik. Of zilver, een van die twee. Toen hebben we de shadow armor te pakken gekregen. Toen zijn we doorgegaan naar de molten armor. Toen hebben we de eerste, volgens mij is dit mithril? Volgens mij is het mithril. Toen hebben we de Frost Armor gepakt en toen zijn we eindelijk bij de Ultimate Armors terechtgekomen. Dus zeker heel erg belangrijk. Doe me eigenlijk denken, we moeten nog steeds die Mage Armor maken. Dus ik denk dat nou eigenlijk best wel de beste timing is om dat te doen, omdat de volgende aflevering Mage is. Dus lijkt het me niet echt verkeerd. Ik weet dat we Glorified nodig hebben en heel erg veel van die Ectoplasm. Dus ik denk dat het nou eigenlijk best wel de goede timing is om daar nou aan te gaan beginnen. Ja, ik heb nog wat ectoplasma farming gedaan voor dus zeg maar deze events. Oké, dus laten we maar eens heel even gaan kijken. Je hebt dus zeg maar de Spectre Mask. Die geeft 18 defense. Deze geeft maar 6 defense. Increase maximum mana bij 60 en reduce mana usage bij 18%. 5% increase magic damage. Dit is dus de offensive helm. Want je hebt dus zeg maar een offensive helm. En je hebt dus zeg maar een Spectre Rope. Dus die moeten we allebei eigenlijk hebben. Dus deze die hebben we nodig. En we hebben de schoentjes hebben we nodig. Nou is er nog één ding dus. Dit is dus zeg maar de complete set. En wat dus zeg maar daarbij de bedoeling is. Is deze. Die geeft dus een hele rare decrease buff. En die geeft heel weinig defense. Die geeft maar 6 defense. En dat is 40% decreased magic damage. Dus waarom zou je die willen maken? Nou, ik ga hem toch maken. En ik ga het jullie ook zeker laten zien waarom. Dus alvast even een beetje een sneak preview. Voor de Mage Class. Dus dan doe ik heel eventjes mijn resources heel eventjes weer terug. En ik heb plaats van, we hebben hier niet meer nodig. Gewoon hierbij staan. Wat dus zeg maar dit armor doet. Is op het moment dat wij het dragen. Dan zal ik ook even gelijk laten zien hoe dat eruit ziet. Zo ziet het eruit. En we zien eruit als een spook. Oké.
Maar je ziet dus zeg maar dat we nou op dit moment 260 mana hebben. En de set bonus magic damage done will hurt extra nearby enemies. Dus alle vijanden zullen extra damage krijgen. Nou, waarom zou je dus deze gebruiken als die dus zeg maar minder... Want deze die geeft nou 63 magic damage. En ja, we hebben nog niet echt een speciale buff daarvoor, maar dat komt later allemaal nog wel. Maar als we dus zeg maar deze gaan doen, dan doet deze maar 40 damage. Maar... Set bonus. Magic damage done to enemies heals the player with the lowest health. Oftewel in single player, je zult automatisch dus zeg maar life regen krijgen op het moment dat je dit draagt. Dus dat is zeg maar het voordeel waarom dat je die zou willen gebruiken. Dus zoals altijd, ik zal ze hier eventjes ophangen. Dus jij krijgt eventjes de extra helm. Zo, hier. Poef. In één keer goed. En deze die hang ik dan even hierop. Zo. Piep, 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 piep. Piep. En natuurlijk is het weer heel erg belangrijk om eventjes onze Link kostuum weer aan te trekken. Dat lijkt me wel heel erg handig. Dus, ach ja, nee, ik weet nog heel erg veel goed hoe dat we met al die resources aan het farmen zijn. En natuurlijk ook alle wapens die we hebben gebruikt, niet te vergeten. We zijn begonnen met een houten zwaard. Toen hebben we een tungsten zwaard gepakt. We hebben de Vileton gehad. We hebben een Space Gun gehad. We hebben zo'n boek gevonden. We hebben de Phoenix Blaster gehad, wat we van een handgun hebben gemaakt. We hebben de Muramasa hebben we gepakt. We hebben de Magic Dagger hebben we gebruikt. De Space Gun, de Beer Gun, de Bow. De Waterbolt. De Assault Rifle. Onze Faceblade die hebben we hier. Onze Banana Ranks. De Grenade Launcher. De Pick Me Staff. En volgens mij is dat de staf die we hebben gebruikt tegen Duke Fishron. Dus ja, hartstikke leuk om die eigenlijk zo wel weer terug te zien. Ik heb echt een flauw idee waar ik over moet praten. Ik bedoel, laten we eens even kijken naar de namen van onze NPC's. We hebben hier toen een bordje opgehangen vanwege Brian. Rest in peace, Brian. Was een toffe guy. Ja, net zoals Asher. En nou moeten we het doen met Jake, die ons nog niet eens kan helpen. Jake, je faalt. Oh, ik ben zo onzichtbaar. Nou, dan hebben we natuurlijk Ofberg. Degene die gespecialiseerd is in bommen en granaten. Dus daar zijn bommen en granaten. Dus ja, en Edmund, die heeft ons dus zeg maar ook heel veel... deze drie op zich waren ze wel handig. Nou ja, we hebben, of Bear, we hebben niet echt veel bommen gekocht, maar maakt niet zo luid. Dus natuurlijk Malak, onze arms dealer, die dus zeg maar heel veel kogels heeft gedaan. Ik bedoel, we hebben Simon, die visquests. Ja, je zou er wel een keertje naartoe kunnen kijken, maar echt goede items krijg je er nog niet voor, tenminste naar mijn mening. Je kunt het zelf wel doen met die quest die hij doet voor vissen, maar... ja, ik ben er zelf niet echt zo liefhebber van. En dan hebben we natuurlijk ook nog Crisis! En dat is onze nature. Die was handig met pumpkin seeds. Ik bedoel, ja, die pumpkin seeds, dat was wel handig. En de grass wall die we dus zeg maar voor ons huisje hadden. Dus op zich niks mis mee. Nou, dan hebben we dus ook nog Martino, onze painter. En dat is dus zeg maar als je dus zeg maar zou willen bouwen en alles. En als je geld genoeg hebt. We hebben 5 platinum coins weer bij ons. Maar op zich kun je daar dus zeg maar wel een leuk design van maken voor een huis. Nou, dan hebben we natuurlijk onze geldverslindende Fart, die dus heel erg leuk is met zijn Reforge-klets. Dus je heel erg vaak heeft opgelicht en de laatste keer heel erg wel handig is geweest, vooruit dan. Ik zal hem die credit geven. En dan hebben we nog Flora. Dus, I hope you like what I did to fantasy hair. Daarmee kun je dus zeg maar weer je hairstyle veranderen, zou je dat willen. Dus, en je haarkleur. Maar volgens mij verkoopt zij ook dingen, dat weet ik niet zeker. Dus even kijken. Hair dye remover, allemaal haarstift. Je bent niet echt nuttig geweest. Dan hebben we ook nog Akbar. You must be doing something about Captain Stony Dirt. Every time he comes over here, it makes me a week. It takes me a week to get the smell off. Maar ik weet nog niet eens, ook iets met bouwen of zo. Ik weet niet precies waar hij handig in is. Dat is dus het probleem. Oké, dan hebben we dus zeg maar hier onze Shirlena. Dat is dus degene die dus heel erg handig is om traps te maken en een teleportation system. Ik geloof dat zij die ook verkoopt. Nee, die verkoopt zij niet. Maar ja, met bios en traps en alles. Daar is zij... excuses. Daar is zij dus heel erg handig bij geweest. Dus zeker handig daarvoor. Dan hebben we Fantasy. Die was handig voor de party bullets. Confetti gun. Poef! Dat blijft leuk. Weet je wat? Ik denk dat ik een bubble machine koop. Gewoon voor de lols. Gewoon hierboven. Op het NPC huisje. Bubbles! Aangezien dat onze sterkste aanval is. Nou, dan hebben we ook nog Berwin. Dat is onze mage ding. En daar ga ik ook eigenlijk nog iets voor kopen. De crystal ball die heel erg handig zou zijn. Harp kan een heel handig wapen zijn. Daar moet je dus het een en ander van maken. Dus ijsrot, heel erg leuk, maar niet heus. Ja, op zich een hele handig als je dus voor de mage class gaat. Dan hebben we ook nog Nigel, de clothier. Mama always said I would make a great tailor. En die kan dus heel veel verschillende kleding maken. Zelfs een pruik. Wat leuk.
Nou, dan hebben we nog Hope. Hope die is dus zeg maar heel erg handig voor de Klemtenader. En die kan dus wel de teleporter maken. Het enige nadeel is, je moet dan twee teleporters plaatsen. En dan moet je een wire plaatsen helemaal om hem te connecten. Dus het kan behoorlijk lang zijn om daarmee bezig te zijn. Hou er wel rekening mee. Nou, natuurlijk ook de Klemtenader en de Solution daarvoor. En Corks, die kun je gebruiken voor een of andere ammo. Ik weet niet precies wat je er allemaal mee kan, maar ik heb nog niet echt zoveel geëxperimenteerd. Nou, dan hebben we nog Gamma van Mega Man 3 of van de bouwmarkt of zo. Nou, die verkoopt dus zeg maar die rocket dinges. En die kan dus een mine launcher. En die kan die nanite verkopen. En rocket 1, s'avonds rocket 3 geloof ik. En met andere heb je rocket 2. Die kan dus zeg maar dingen opbreken. En dan hebben we ook nog Captain Stony Dirt. Oftewel, waar die andere net over zat te zeuren over de smel. En dat is onze Piet Piraat. En die zegt, ja, blar, harder, bla 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 bla. I'm a Captain Savvy. I use Keldron Barsers. Oké, nou. En die verkoopt zeg maar je pirate gear en ja, dat bunny ding waar ik niet echt heel lang blij om ben, dus. Ik weet echt niet meer waar ik over moet gaan praten. Ik denk ook in de volgende aflevering sowieso voor ons eigen gemaakt huisje gaan hebben ook. En natuurlijk heb je ook nog Kyla, turn your head and cough. Turn your head and cough. Oké. Dr. Mario reference, sorry. Dus ja, en die heb ik expres hier neergedaan. Mochten we doodgaan, tot we gelijk ons eigen kunnen healen. Want we hebben dus een frost moeten gaan doen. En daar heb ik geen goed gevoel over. Ik maak me echt sorry erover. Oké, nou, de zon die gaat bijna onder met een lach. Dus happy momenten, zeg maar dag. Want wij gaan zo, we gaan er even handig aan. Sorry, Fiverr. Oh. Oké, we blijven leven. Ik geloof. Oké, nou eventjes die rifle die mag weg. Heb ik een goede schoenmaat? Even kijken. Bullet damage, rocket damage. We hebben stingers. Deze die is voor later. Ja, we mogen de rainbow gun toch niet gebruiken. We hebben de piranha gun eigenlijk niet gebruikt. Ja, die houdt beestjes vast, maar het werkt maar bij één beest tegelijkertijd. Dus niet echt handig voor wavekiller en alles. Dus, oh ja, het is bijna tijd. Ik heb maar één set of potions en daar moeten we het maar mee doen, jongens. Ik weet het anders ook niet. Dus, ja. Piranha attack. Tuurlijk. Tuurlijk doet hij zoveel damage. Typisch. Oké. Nou, zon, ga maar onder. Let's get this over with. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. I have a bad feeling about this. Klink als een schaap. Dit gaat zo niet goed komen. Oh boy. Ik heb hier geen goed gevoel over. Oh boy. Ja, Fiver, ik zal ophouden met Zanik. Oh, waarom doe ik dit? Oh, mag ik alsjeblieft mijn melee stuff? De frasmoen is moeilijker dan een pumpkin moon. Ik had al moeite met een pumpkin. Sorry, Fiver. Oh boy. Oké, nou. 3, 2, 1. Hier. We maybe will go to the... Ik ben aan het klikken van mijn bezetene. Kom op, daar gaan we. Bubs. Nou, oké. Gelukkig is de muziek vrolijk. Blijf hier wel staan. Oh boy. Oké, dan komen de elf kopters er ook nog eens een keer bij en de archers en... Oh, dit gaat zo goed. Dit gaat goed. Oh boy. Oh, daar hebben we een archer. Nou moet ik gaan lopen. Dus gaan we minder damage doen. Oh, ik ben hier degene met pijlenboog. Niet jullie! Niet jullie! Oh mijn god, dat doet zoveel pijn! Oh boy. De watching skill. Zeg ik op het moment dat ik geraakt word. Oh, die kerstboom. Die vip-aalen, nee. Oh, dit wordt paniek. Dit wordt paniek op de grootste graad. Oh, mijn hemel. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Ik wil echt geen death counter weer moeten inediten. Ik vind 17 een mooi getal. Vinden jullie niet? 17 is goed. 17 is prachtig. We houden het op de 17. Oké, ik heb een idee. Mag ik heel even snel Magic Mirror even hier plaatsen?
Mochten we bijna doodgaan tot we even kunnen teleporteren naar huis. Dat lijkt me geen verkeerd idee. Vuurpijlen. Wil je je naald alsjeblieft bijhouden? Oh, nee. Vuurpijlen. Oh, ik probeer alles gewoon hier te ontwijken. Oh, boy. Oh, boy. Waarom heb ik hier mee ingestemd? Paniek. Ah, nou ja, kan ik wel eventjes een leuk grapje eventjes aan jullie vertellen. Heel vaak is mij gevraagd of ik Five Nights at Freddy's wil gaan doen. Jongens, ik moet jullie teleurstellen. Five Nights at Freddy's is een spel dat zal ik echt nooit gaan doen. Dit heeft de reden, dat is echt totaal niet mijn type van spel. En ja, mijn audiocommentaar die zou dan gewoon heel erg stil zijn. En ik zal echt als een watje mijn geluid keizakjes zetten. Omdat ik kan echt niet tegen dat soort spellen. Dus mijn excuses, jongens. Maar hier ben ik ook snel in paniek mee. Oh, kun je alsjeblieft niet op mij schieten? Kun je mij een chain gun geven? Misschien dat ik dan toch nog iets kan gebruiken van een chain gun of zo? Oh, je bent al dood. Nou ja, dat is alleen maar een voordeel. Ik schiet gewoon hier in de ronde. Ja? Dan jullie vast zeker wel goed. Oh boy. Ah, er is weer één. Ah, er is weer één. Het is niet handig om hier doorheen te gaan. Oh boy. Nee, niet mee met die. Nee. Niet met je chain gun. Je mag alleen maar met je chain gun. Je mag hem alleen maar gebruiken om hem te laten vallen en aan mij te geven. Dat is alles wat je ermee moet doen. Vuurpijlen! Die muziek is geweldig. Oh boy. Ik zit hier te schreeuwen als een kleinkind. Terwijl dat ik nog niet eens een health potie nodig heb gehad. Maar echt serieus. Oh boy. Oh boy. Hoe leef ik nog? Ik heb echt help nodig, zo te zien. Nee, zal wel help liggen. Pak het! Allemaal! Oké, we zitten weer vol. We zitten weer vol. We zaten weer vol. Oh boy. Kun je niet geraakt worden door je eigen pijl of zo? Schiet elkaar neer! Hou mij er buiten! Kerstmis is een feest van joy. Oh mijn god. Oh, oh, er is weer zo'n tank. Oh, er is weer zo'n tank. Oh boy, oh boy, oh boy. En er is ook nog zo'n... Yo. Oh. Oh. Oeh, die dodging skills. Oh. Is het al voorbij? Is het al voorbij? Mag het alsjeblieft voorbij zijn? Ik voel me niet fijn. Oh, hij is dood. Hij is dood. Hij is dood. Hij is dood. Jij leeft nog. Ga dood. Help. Ik wil help. Dat is de eerste health potion die ik nodig heb. Oké, we zitten op wave 9. Dus voor mij meer dan genoeg. Die maan die mag naar onder gaan. Maan, ga weg. Maan, blijf daar niet staan. En alsjeblieft, ga gaan. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh, paniek. 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 Ik weet nog niet eens wat ik allemaal raak. Ik hoop dat ik iets raak. Mag ik heel eventjes, die hartje pakken hier? Je bent een schat. Oh, 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 daar is weer zo'n tank, hè? Ah, die cadeautjes! Al die cadeautjes! Oh, mijn hemel! Nee, mij niet raken, alsjeblieft. Mij niet raken. Oh, boy. Oh. Oh, boy. Ga eens alsjeblieft neer. Ga neer. Mij niet raken. Oh, je raakt mij. Au, de pijn. Oh, de spaghetti. Oh boy. Ik zie nog niet eens hartjes daar beneden. Oh, jij bent... Oh, hartjes! Oké, ik pak maar een paar. Ik pak ze niet allemaal. Ik pak maar een paar. Ik zie weer kogels. Is dat weer een tank? Ja hoor. Oké, tank. Tank! Ik heb een probleem mee als je op me schiet. En de kijkers ook. Toch? Toch kijkers? Daar hebben jullie toch ook problemen mee als hij op me schiet? Oh, die dingen doen me pijn. Oh, die dingen doen me pijn. Buff. Ik heb archery potions nodig. Oh. Ga dood. Oké, jij bent dood. De tank is dood. De tank is neer. Oké. Oké, paniek. Ah, dennennaalden overal. Zelfs Melon die wordt helemaal gek. Van mij. Die maakt zich nou zorgen omdat ik helemaal gestrest ben. Zoveel raketten. Oh, nee, dat wil ik niet zijn. Oh, dat wil ik. Auw. Vang de pijlen. Niet op mijn schieten. Ah, die cadeautjes. Oh, ik moet echt... Ga heen. Ga weg. Ah, die queen die hebben we nog niet eens gezien, jongens. En ik zit nou al echt helemaal... Is dat ding dood? Nou, er is alweer een nieuwe... Oké, nou, ik heb in ieder geval weer wat helft te pakken kunnen krijgen. Ja, jij bent...
Jij kan niet mikken, man. Hier. Geef mij maar die chain gun. Geef mij maar. Ik kan hem veel beter gebruiken. Jij kan er niks mee. Dat hebben we al gezien. Hier, weer niet geraakt. Jij kan nog niet eens er wat mee. Oké, Ice Queen. Oh boy, hier gaan we. Oh, Snowflocks. Oh boy. Gewoon blijven schieten. Gewoon blijven schieten op die dingen. Gewoon blijven schieten. Niks aan de hand. Geen paniek. Alles komt goed. Alles gaat goed. Ah, niet alles gaat goed. Oh boy, die dingen die doen heel veel schade. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Ik ga zo dood. Ik ga zo dood. Ik heb help nodig. En veel. Ligt hier heel veel help voor mij? Daar ligt best wel redelijk veel help voor mij. Oh, die Ice Queen kan ik nooit raken. Oh boy. Oh, nee, dit doet zoveel pijn. Oh, dit gaat nooit goed komen, jongens. Dit gaat nooit goed komen, jongens. Nee. Ben je al bijna dood? Ben je al bijna dood? Ben je... Ah, nee, je doet heel veel pijn. Ah, je doet zoveel pijn. 142. Oh, ik heb hartjes nodig. Dringend. Dringend help. Uh-oh. Oké, ik ga healen, jongens. Ik ga healen. Screw it. Nurse! Nurse, waarom sta je helemaal in die hoek, nurse? Heal mij. Ah, nee, ik heb een venster gegeven. Oh, nee. Ah, ik ben frozen. Oh, ik heb mijn venster weer, ik heb weer buiten mijn venster geklikt. Sorry, jongens. Oh, boy. Ah. Ik zie help. Ik wil het. Misschien kan ik toch een beetje dit in mijn voordeel gaan gebruiken. Dit vind ik zo niet leuk. Oké, ik blijf jou gewoon proberen te raken. Sorry voor het uitzoomen, jongens. Ik heb buiten mijn venster geklikt. Ik fix het. Nadat dit het voorbij is. Oké, ik doe je decent schade. Oh, jij gaat je spindinges doen. Oh, sneeuwblokjes. Ik schiet gewoon naar boven toe. Ik schiet gewoon naar boven toe. Oh. Misschien niet zo'n goed idee. Daar ben je. Daar ben je. Oh boy. Oh boy. Wil je alsjeblieft niet die snowflake dinges naar me toe schieten, alsjeblieft. Wil je alsjeblieft gewoon... Oh, 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 oh. Hij is dood, hij is dood, hij is dood, hij is dood. Zij is dood, moet ik zeggen. Ah! Jij leeft weer! Oh, ik wil jou niet knuffelen. Ik wil gewoon zo ver mogelijk van jou uit de buurt blijven. Ik weet nog niet eens in welke wave dat ik zit. Ik ben bang! Oh boy. Geef me een health potion. Is het afgelopen? Mooi. Settings. Video. Resolutie. Dit kan er heel even raar uitzien, jongens. Oh. Oké, beeld is weer gefixt. Oh. Ja, jongens, dat was de range playthrough. We zijn niet dood gegaan. Oh, mijn hemel. Nooit meer. Nooit meer. Oh, Jesus. Ah, we hebben het overleefd, zeg. Ligt hij nog beneden? Ja, een paar coins. Lekker belangrijk. Ik weet nog niet eens of we boeiende dingen hebben op kunnen pakken. Niks. Al die moeite. Voor niks. We hebben niks gekregen. Geen Noordpool, geen Blizzard Staff, geen Chain Gun. Helemaal niks. Ach ja, we hebben in ieder geval de range playthrough gedaan, dus. Nou. Morgen gaan we beginnen met Magic. Dus ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Terraria Final Week. Frostmoon en Pumpkin Moon. Met Magic Armor. Oh boy, dit gaat helemaal hilarisch worden, denk ik. Oh, ik raak zo snel in paniek. Fiver, dankjewel voor mij proberen kalm te houden. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Heb je nog vragen over deze aflevering of opmerkingen? Laat ze weten in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Terraria. Tot dan, jongens. Duh!